iedereen en leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal Bokado Sims. Ik ben natuurlijk Bo en vandaag ga ik mijn eigen hond namaken in de Sims 4 Honden en Katten. Ik heb gisteren ook een video geüpload waarin ik dus Create a Pet laat zien, hoe je een hond maakt, hoe je een kat maakt. Als je die video wilt zien, klik dan even hier rechtsboven in beeld. En vandaag ga ik mijn eigen hond maken en mijn eigen hond heet Jyn. En nou, ik laat nu even wat foto's van haar in beeld zien, zodat jullie een beetje weten hoe ze eruit ziet. En doe natuurlijk een duimpje omhoog als je er zin in hebt en abonneer op mijn kanaal. Oké, ik ben hier nu dus mijn hond Jyn aan het maken. Ik ga even haar eigenschappen kiezen. En ik heb gekozen voor... Ja, waar heb ik eigenlijk voor gekozen? Ik weet het niet meer. Mijn hond is trouwens een Engelse bulldog. Oh, ik heb couch potato gekozen. Dus ze is een beetje lui. Nou, dat klopt ook wel. Dat is ook wel een beetje het karakter. Ze is vriendelijk. Dat klopt ook. En ze is... Ja, wat heb ik nog meer gekozen? Sleuth, hoe zeg je dat? Loyaal. Heb ik dat gekozen? Hier zie je trouwens nog eventjes goed ook de eigenschappen als je die nog goed wilt zien. Playful, ja, ik dacht het al. Ze is ook heel speels. Mijn hond is dus een meisje, ze is bijna een jaar oud. Engelse bulldog, zoals ik al zei. En wat je hier ziet is natuurlijk ook een Engelse bulldog. En ik ga hier nu helemaal maken zoals zij eruit ziet. Ik ga haar lichaam alvast een beetje aanpassen. En ze is dus helemaal wit. En deze hond is helemaal bruin, bijna. Dus ik ga haar zo helemaal wit maken. En ik heb nu haar lichaam een beetje aangepast. Het is best wel moeilijk om dat ja, te doen, zeg maar. Ik had ook niet mega goede foto's. En ik kon haar natuurlijk niet echt zien, want ze was niet bij mij. Even kijken, wat ga ik doen met de poten? Maak ik er zo dun? Nee, ons is veel dikker. Ons ook gemeen. Ja, Jyn heeft geen staart. Ook niet eens zo lang zoals het hier is. Ze heeft gewoon helemaal geen staart. Het is echt gewoon mini. Dus, maar goed, dit leek er het meest op. En nu is ze helemaal wit dus. En dat had ik nodig uiteraard. En nu gaan we verven. En dit verven is dus echt super handig om je hond gewoon helemaal te maken zoals je hond is. Want geen één hond is natuurlijk hetzelfde. Iedereen heeft andere, of elke hond heeft andere vlekjes, andere kleurtjes, andere dingetjes. En mijn hond die heeft eigenlijk niet zoveel vlekjes. Ze is vooral heel wit, maar ze heeft bij haar... ogen, zeg maar. Oh, dat was niet helemaal goed. Ze heeft bij haar ogen heeft ze wel bruine vlekken. Zoals ik nu dus ook ga toevoegen. En het is best wel moeilijk. Ik zocht een beetje de goede kleur. Maar dat kan je helemaal gewoon kiezen zoals je dat wilt. Je kan de kleuren heel precies aanpassen. Wat heel erg fijn is. Bij haar ogen is het een beetje oranje-bruinachtig. Ja, deze kleur die je nu ziet dus. Ze heeft daar een vlek boven haar oog. En... die loopt door ja, tot haar oren wel. Op haar oren heeft ze heel veel vlekjes. Nou ja, zoals ik net liet zien heb je al een standaard vlek ding om erop te plakken. Maar ik ging het toch eventjes zelf doen om het nog iets preciezer en iets beter te doen. Dus ja, ik ben eventjes hier haar oor aan het maken. Ik doe nu hele kleine stipjes. Volgens mij heb ik dat ook weer weggehaald uiteindelijk. Ja, ja, het is best wel moeilijk om dat allemaal goed te doen. Maar uiteindelijk is het me wel gelukt. Zo, nou dit ziet er wel goed uit. Ik ga nu toch nog wat bruin toevoegen bij haar oog om het zo precies mogelijk te maken. Ik zat nu daar echt, toen ik dit aan het opnemen was, zat ik echt met die foto zo van, is het zo goed, is het zo goed? Dus ja, ik had ook niet echt goede foto's. Mijn hond heeft een eigen Instagram account trouwens. Als je dat wil volgen, dan staat dat linkje in de beschrijving. En daarvan had ik dus eventjes wat foto's gepakt om even te kijken van, ja, hoe moet ik dit nou goed doen? En bij haar ene oog loopt het bruine dus helemaal door, zoals je net zag. En bij het andere oog loopt het niet helemaal door. Het is echt een vlek, zeg maar. Dat heb ik hier dus ook toegepast. Daar gaan we die vlekjes weer op de oor doen. Ik heb eigenlijk maar een beetje wat gedaan. Ik heb het niet echt precies gedaan zoals het was, want dat was best wel lastig. Maar ze heeft best wel veel vlekjes op haar oor. Dit begint er al heel erg op te lijken. Nu alleen heeft zij onder haar neus, zeg maar... En rondom haar mond is het zwart. Dus ik zat echt te denken, moet ik dat nou ook verven? Dus ik heb dat de hele tijd een beetje geprobeerd. Volgens mij heb ik het uiteindelijk toch weggehaald. Want het ziet er een beetje gek uit, toch? Ik vond het er een beetje gek uitzien op een of andere manier. Maar het is wel dus zwart om haar mond. Maar dat was best wel lastig te doen met het verf. Ik bedoel, nu lijkt het net een snor. Dat is ook niet de bedoeling. Nou, hier zie je haar gezichtvorm heel goed vanaf de zijkant. En ik moet zeggen, die leek eigenlijk al best goed zoals die was. Want ik hoefde daar eigenlijk niet veel aan te passen. Eigenlijk was het gewoon best goed. En Jyn heeft niet echt een heel bol gezicht, zeg maar. Ik ging haar ogen nog aanpassen. Ze heeft donkerbruine ogen. En dat... oh, nou niet dit dus. Ja, echt donkerbruin. Maar de oogkleur kon je volgens mij niet helemaal precies aanpassen. Dus ik heb het volgens mij hierop gehouden. Je kan dus ook 2 verschillende kleuren ogen doen. Dat zie je ook daar rechtsbovenin, zeg maar. Dan zie je dat je de ogen verschillend kan doen. Maar mijn hond heeft het gewoon hetzelfde. Even nog de ogen een beetje aanpassen. En nou, ze heeft nog steeds die zwarte vlek nu bij haar neus. Maar die heb ik volgens mij uiteindelijk nog wel weggehaald. De ogen probeerde ik ook zo goed mogelijk te doen. Nou, dat is hier wel een beetje gelukt. Nou, we gaan weer naar het verfmodus. Ik ga toch nog wat aan haar ogen toevoegen, zo te zien. Ja, dat ga ik toch nog doen. Ja, dat is ook al iets mooier. Ik vind wel dat haar hoofd een beetje vierkant is of zo. Maar dat is ook door de positie van de oren. De oren staan natuurlijk altijd anders. Even kijken. Nou, ik heb dus het zwarte wel weer weggehaald, zoals je zag. Neus kan je aanpassen. Dat is ook wel heel handig, want nou, Jyn heeft dus een beetje ja, zwarte lijnen bij haar ogen, bij haar neus en zo. Dit dus. Dus dat heb ik zo gedaan. Oh, wat ga ik nou weer doen, joh? Ik heb geen idee. Oh jeetje, dit is veel te groot, Bo. Dit kan je dus allemaal aanpassen. Je kan het draaien, het verf, je kan het vergroten, je kan alles doen. Nou, nu ga ik toch weer bij die neus zitten met mijn zwarte verf. Nou, ik heb het toch maar zo gelaten. Ik heb de neus ook nog weer aangepast. Die heb ik gewoon weer helemaal zwart gemaakt, want haar neus is helemaal zwart. Dus, dit is Jyn. Ze is nog niet af, want we gaan nog de oren verder doen. Ga ik de oren nog verder doen? Toch nog wat meer vlekjes erop? Ze had al best veel vlekjes. Oh, nu heb ik zo'n filter aangezet, dat je alleen in die vakjes, zeg maar, verft. Zoals ik ook in de vorige video heb laten zien. Nou, ze begint er al op te lijken. Ze is wel iets te hoog of zo. Ik weet niet of ik dat nog heb aangepast. Maar ze is iets te hoog. De poten zijn iets te lang. Die zijn in het echt iets korter, zeg maar. Nou ja, zeg maar, haar voorpoten zijn iets korter dan haar achterpoten. Dus ze staat een beetje, ja, schuin, zeg maar. Dit is als ze zit. Dit is als ze staat. En dit is als ze ligt. Jyn heeft heel veel vlekjes op haar buik. Dus die ging ik ook nog allemaal toevoegen. Dat ga ik volgens mij nu ook weer doen in de verfmodus. Kijk, en nu kan je dus heel makkelijk die standaard filters, zeg maar, gebruiken. Dat je dan in de vakjes verft. Kijk, en dan kan je zo vlekjes maken. Ja, ik moest wel even de goede kleur vinden, het goede patroon. Volgens mij heb ik het uiteindelijk toch nog zelf ook wat toegevoegd. Hier, nou, dit is wel al heel handig. Het is wel iets meer bedoeld, deze patronen, voor op de rug, zeg maar. Op de buik werkt het niet heel erg goed. Er zijn er niet heel veel vakjes om in te kleuren. Maar ik kwam heel ver. En, nou, kijk. Ze heeft allemaal vlekjes. Ja, Jyn is een beetje een koe in dat opzicht. Ze heeft allemaal vlekken op haar buik en ook op haar rug trouwens nu. Steeds meer hoe ouder ze wordt, hoe meer vlekken ze krijgt, zeg maar. In het begin was ze echt helemaal wit. Echt spierwit, zoals hier. Maar nu krijgt ze steeds meer vlekken. Ik ga ook nog even een boterham op de hoofd doen. Oh, en een dingetje om. In het echt doen we dat niet, hoor. We verkleden haar nooit. Maar ik vond het gewoon even leuk om dit allemaal te bekijken. Kijk nou, oh, dit berenpakje is zo schattig. Dit is echt mijn B, gewoon zo schattig. Hier is een draak. In de vorige video had ik trouwens niet de outfits laten zien. Een unicorn. Ik had de outfits voor honden niet laten zien, dus die kunnen jullie nu nog een beetje zien. Dus, ze hebben echt wel super leuke dingen. Vooral dat berenpakje is zo schattig voor honden. In het echt vind ik het best wel zielig om honden te verkleden, zeg maar. Maar in de Sims is het wel leuk, toch? Ik bedoel, ja, waarom niet? Ah, dit is Jyn als ze zit. Dit is Jyn als ze staat. Heel mooi. Ik vind dat het goed gelukt is. Ik vind dat ik goed mijn best erop heb gedaan. En dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als je het leuk vond, doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk zie ik jullie dan binnenkort weer bij een nieuwe video. En er komen nog meer video's aan over de Sims 4, honden en katten. Dus weet zeker dat je bent geabonneerd. Doei doei!